Vanmorgen wil ik een video maken over de S18 showroomkeuken die in de showroom staat. En heel veel mensen hebben niet eigenlijk door hoe groot die is, dus daarom, en wat er allemaal in zit. Dus daarom wilde ik graag even laten zien dat hij toch best wel een flinke maat heeft. Dus op het achterkant van het eiland heb je 3 keer grote ladekasten van 1,20 meter. Die komen uit zichzelf naar buiten als je de deur aanraakt. Dus je hoeft nooit met je vingers aan de deur te zitten, dat de deur schoon blijft. En dan komt alles vanzelf naar buiten. Dit is van echt troeven staal, maar dan met een blanke laklaag afgelakt. Zodat je er gewoon aan mag zitten, zonder dat je allemaal vieze vingers krijgt. En natuurlijk remmen enzovoort, maar dat is standaard in een keuken. Maar dit werkt helemaal fantastisch. Op het witte deel van het eiland heb ik dan zo'n schuifbare snijplank gemaakt. Kijk, dat is Hiroko hout of Kambala, zo noemen ze dat. Kan heen en weer schuiven. Is ook wel een beetje voor de mooi, anders wordt de keuken zo steriel. Dan maakt het net even wat warmer. Aan de achterkant van het eiland, dus het gedeelte waar je werkt, waar het dus eigenlijk gebeurt, hebben we weer zo'n ladekast van 120 centimeter met achter de bovenste lade een binnenlade voor je bestek, voor je folierolhouders. Dus dan kan je heel makkelijk je folie afscheuren. En dan hebben we boven die koopplaatkast ook natuurlijk een koopplaat. Die is ook weer extra breed en die heeft 3 verschillende flexzones. Over die koopplaat kom ik nog een later keertje terug. Want dat is echt een hele leuke koopplaat waar je heel veel leuke dingen mee kan doen. Maar dat wordt een beetje ingewikkeld als ik nu ook er allemaal bij ga vertellen. Dan hebben we hier nog een kast en hier nog een vaatwasser. Dubbele spoelbak, omdat het zo'n groot eiland is, vond ik een enkele spoelbak een beetje zielig. En een ingelaste roevenstalen spoelbak in het roevenstalen blad. Met hele mooie hoeken die je makkelijk schoon kan maken. Dus wel strak en toch goed schoon te maken. En 2 kranen natuurlijk, met allebei weer een uittrekbare slang. Handig om schoon te maken. Je kan hem ook ronddraaien helemaal. Dus je kan aan die kant van het eiland bijvoorbeeld even een pan vullen met water of een vaas, whatever. En dan heb je hier zo een roevenstalen blad. Daar heb ik voor gekozen omdat 1 heel groot wit blad een beetje saai overkomt. En ja, het ziet er ook gewoon heel leuk uit. En op zo'n roevenstalen blad hoef je niet zo heel zuinig te wezen. Dus de krassen krijg je er gratis bij. Dat maakt het patina op je eiland. Dan heb je hier zo een koelkast. Met vries, die heb ik erachter gedaan. De deur is uit 1 stuk, dus de vriezer gaat apart open. De mooie Neff Vario Steam oven. Vario Steam betekent dat je hier water hebt wat je gebruikt voor de stoom. En erin zit hierachter natuurlijk nog een hele luxe hete luchtoven. In die hete luchtoven wil ik eventjes wat broodjes klaarmaken om te laten zien dat je met Vario Steam, kijk, heel makkelijk kant-en-klare broodjes maakt. Je pakt hier zo je hete lucht. In je tekst zie je de temperatuur. Pas je aan. Hier zit je water in. Dan gebruik je hier zo het water. Je begint met het eerste knopje water gering. Ik zet hem op hoog. En je drukt op start. En dan gaat hij. Hij zegt controleer water, maar ik heb net vers water gedaan. Dat is allemaal prima. Dus dat gaat helemaal goed zo. Dan wilde ik hier zo de koffiemachine laten zien die erin gebouwd is. Om heel makkelijk je cappuccino te maken. Dit klepje haal je eraf. En dan hier doe je dan het slangetje in vast. Zo. Je kan hem natuurlijk ook gewoon zo laten zitten, maar dat vindt niet iedereen mooi. Dan in de koelkast heb je je melk. En ik zou gewoon houdbare melk pakken, want het staat natuurlijk vaak buiten de koelkast. En daar proef je echt niks van. Zo, je melk, je pakt je kopje uit de warmhoutla. Hij staat nu toevallig op cappuccino, maar dan kan je zo met links en rechts kan natuurlijk zetten wat je wil, de koffie. Je drukt op play, meest rechts een knopje. En dan gaat hij koffiebonen malen. Zo. En dan komt je verse cappuccino eruit. Dat is alles. Zo moeilijk is het om koffie te maken. De hoge kastenwand van deze keuken heeft 7 hoge kasten van elk 60 centimeter. De hoge kasten zijn ook extra hoog, dus ik kwam net bij het topje, dus ik kom op 2,23 centimeter uit. En
Daardoor heb je heel veel inhoud. Dus hier gewoon 4 kolomkasten met allemaal legplanken. Eventueel kan je hier achter ook nog binnenladers doen. Dus als je nog meer laderruimte wil. Nou, ondertussen is het broodje klaar. Dus dat komt mooi uit. Dat was het voor vandaag en ik hoop dat jullie het leuk vonden.